We zijn hier thuis bij mij in de Achterhoek in Zelhem. Maar we gaan naar, ik denk, de mooiste gitaarzaak van Nederland. Met de mooiste gitaren van Nederland. Just like old saxophone Joe, when he's got the whole tail up on his toe. Oh, me, oh, my, love that country car. And the clown called me for dinner, honey, I was there. Saddle me up my big white boots, tie me on and turn it loose. Oh, me, oh, my, love that country car. Hey. Welkom. Goedemiddag. Ik wil er wat gitaar proberen. Yes, inderdaad. En ik hoorde dat die hier waren, dus... We hebben er een aantal. Nice. Als kind, wanneer ik naar school fietste en terug, had ik altijd... Ik heb eigenlijk altijd muziek op, mijn hele leven. En in het bijzonder dan toch wel rock'n'roll, gitaarmuziek, bluesmuziek. En altijd wanneer ik... fietste, dan droomde ik van om gitarist te zijn, zeg maar. Dan zag ik mezelf op een podium met een gitaar doen wat die gitarist van die band deed. En op een gegeven moment stopte ik met school en ging alles naar het fietsen dan. En ik zocht iets, zeg maar, ter ontspanning. Dus voor mij is, zeg maar, fietsen is inspanning. Wel op een goede manier. En dan... gitaarspelen is ontspanning voor mij. En wanneer ik mijn gitaar pak, dan ben ik gewoon in één keer weg. Dan ben ik niet meer in deze wereld eigenlijk. Dan is het gewoon, ben ik gewoon verdwenen met mezelf. En het maakt niet uit wat je doet. Je kunt zoveel verschillende dingen doen. En ja, dat maakt voor mij gitaarspelen eigenlijk zo mooi. Heerlijk. Het vrije. Je kunt met een gitaar doen, je kunt zoveel kanten op met een gitaar. Zeg maar, het is echt een ontdekkingsreis van wat je allemaal kunt met een gitaar. En dat heb ik ook op de fiets, zeg maar. Als ik ergens naartoe ga, dan is het voor mij altijd ontdekken van waar ga je heen. Mooie plekken zoeken. En op een gitaar is het in feite ook een beetje zo. Mark belde mij dan dat ik naar de tour ging. En dat was voor mij wel even een bijzonder moment, tuurlijk. Het is het hoogst haalbare eigenlijk in het wielrennen. En dat jij er dan onderdeel van bent, is wel heel bijzonder. Oh ja. En ik denk dat gevoel van dat je over de streep komt in Parijs, zeg maar, over de Champs-Élysées, dat gevoel lijkt me echt heel bijzonder. Dat je gewoon 3 weken lang jezelf hebt uitgeput en dat je dan echt zo'n moment hebt van, ik ben gewoon klaar nu, weet je wel, of ik heb het gehaald. Dat gevoel lijkt me heel bijzonder. Daar kijk ik wel naar uit. Ik moet eerst uitrijden natuurlijk.